Goedemorgen, nieuw week. Weird Cornelius, de pacer. So, only 4-5 days left. So we make it a good week. Yes. Yeah. So today, 60 minutes, man. Easy. 1 hour. Maybe 70. Yep. Yeah. How the legs feel. So yesterday safari was very good. So keep on going here in Kenya. I was in Nakuru 2 weeks ago with some experience. But we didn't see lion as you said. This is Kilo Resort. Yeah, Kilo. It's for Kipsang, Wilson Kipsang. Wilson Kipsang Hotel. Yeah. Vandaag doen we een op- en neertje op de asfaltweg. Heel easy. Nou, wat is het lekker om met frisse benen te beginnen. Zaterdag en zondag safari geweest. Dus fysiek en mentaal kunnen we weer tegenaan. Dus lekker de heuvels mee pakken. Ik vind de heuvels nu ook al minder erg. Ik raak er toch een beetje aan gewend. Dus misschien blijf ik het ook doen in Nederland. Pacer Cornelius is naar huis gegaan. Wordt nu thuisgebracht door Augustine. Augustine, de Kele Pacer. He's like a lion in the morning sun. Ontbijt voor vandaag, verse pannenkoeken, jam, eieren. Dan hebben we hier vers gebakken brood. So to give you an idea, like actually long time, but not very long time ago, maybe even 40 years ago, people would live in houses like this, bigger, but like this is when my wife grew up, Hilda and Sylvia, when they were young, yeah, they lived in a house like this. Nowadays it's used for kitchen only. You can show us. Yeah. Two cups. No. Sasa, you know, remind me your name. Do you have your name? Tracy. Tracy. Oh. Nice, beautiful. See, she has put the maize meal. Call it cow skin. Yeah. You only need to look for something to keep you warm. But kids can cover you. Yeah, but kids can sleep there for up to six kids. Yeah. Ugali. Ugali. Smaakt niet verkeerd. Beetje zoals havermout, maar dan zonder smaak. Trainingskamp Kenia, dag 10. Weer een unieke dag met heel veel nieuwe ervaringen. Vanmorgen begonnen met een easy run, 14 kilometer. Het grappige is dat ik nu wel het gevoel heb dat ik echt ben gewend aan de hoogte. Dat zie ik terug aan mijn hartslag, maar dat zie ik ook terug aan de tijden die ik loop. Hoe makkelijk ik de heuvels op kan lopen. Na de training ontbijt en daarna hadden we een special guest, Sharon. En zij liep de Boston Marathon. 2012, die won zij. En zij vertelde over haar weg, haar sportcarrière. En ja, bizar. Zij loopt dus gewoon 30 kilometer per dag. 180 kilometer in de week. Dat doet ze nog 2 core dagen erbij. Dus 2 dagen waarbij ze core oefeningen doet. En doet ze ook nog eens 2 dagen waarbij ze krachttraining doet met machines. Het is een ongelooflijk trainingsschema. Ze is moeder van 4 kinderen. Ze heeft haar eigen bedrijf opgezet in cosmetica. Ze heeft een winkel in Eldred. Dus een enorme inspiratiebron. En zij is al 23 jaar staat ze aan de wereldtop. Zat ook brons bij het wereldkampioenschap marathon. Dus het laat wel zien hoe lang een carrière kan zijn. En ja, als je echt gedreven bent, zoals zij er is, dan train je dus echt letterlijk elke dag. En je traint alleen niet als je ziek bent. Dus dat is echt een
ja, bijna een machine mindset. Gewoon altijd trainen, geen excuses. En het is mooi om te zien dat ze op 39-jarige leeftijd nog steeds haar PR van 2:22 wil verbreken op de marathon. En als afsluiting hebben we ugali gegeten. Ja, ja, de eerste keer ugali in Kenia. 10 dagen op moeten wachten, maar we zijn naar een origineel Kalenjin house gegaan. Dus een origineel Keniaans huis. Gemaakt van hout, van modder. En ja, het was een hele speciale experience. Veel rook in je gezicht tijdens het koken. En ja, waar smaakt ugali nou naar? Nou, ugali smaakt eigenlijk nergens meer naar. Het is een beetje een soort havermout zonder smaak. Gelukkig maken ze nog wat spinazie erbij met wat olie en wat tomaat. Dus dat smaakte dan nog best wel lekker. Nu voel ik mijn echte Keniaan. En ugali wordt ook echt gegeten door de toplopers. Vroeger, maar ook nog steeds wel vandaag. Omdat het een hele goede koolhydraatbron is. En met weinig toegevoegde dingen. En het vult enorm. Sommige mensen, of sommige lopers zeggen ook dat het speciale krachten geeft. Dus laten we zien hoe de trainingen gaan dan deze week.